de wereld van de waterbouwkunde staat de innovatie nooit stil. Zeker in Nederland wordt onafgebroken gewerkt aan oplossingen voor de toekomst. Een goed voorbeeld van zo'n innovatie is het X-Block Plus, ontwikkeld door Delta Marine Consultants. X-Block Plus is net als het originele X-Block, een betonnen blok waarmee kusten, dijken en golfbrekers kunnen worden beschermd. Het X-Block Plus heeft een regelmatige legstructuur die een mooi aanzicht oplevert en opvallend goed presteert qua betongebruik, legsnelheid en veiligheid. DMC is bijzonder trots dat X-Block Plus meteen bij de introductie van het blok gekozen is voor het toonaangevende afsluitdijkproject. Dit project wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door het consortium Level, wat bestaat uit de grote spelers BAM, Van Oort en Rebel. In dit werk wordt het blok ook Levelblok genoemd. Ik vind het prachtig dat dit bijzondere Levelblok gebruikt gaat worden op de afsluitdijk, een icoon van de waterbouw van deze eeuw. Ik vind dat daar echt recht mee wordt aangedaan aan het erfgoed van Cornelis Lely, die dijk al 100 jaar geleden ontworpen heeft. Dit project is een joint venture tussen BAM Van Oort en Rebel. En die zijn uiteindelijk de gelukkige winnaars geworden van het prachtige project Afsluitdijk. Binnen BAM hebben we met de club DMC en de club in huis die heel veel ervaring heeft in het gebruik van golfbrekerblokken. Van Oort heeft heel veel ervaring met het bouwen op zee. En die zagen van het begin af aan de potentie van dit blok in. En daarmee zijn we samen opgetrokken om dat dan in de Afsluitdijk samen te gaan toepassen. En dat wordt het eerste project. Daar zijn we heel blij mee dat we met een nieuw blok meteen zo'n groot iconisch project mogen gaan bekleden. Het blok wordt dan ook niet zomaar toegepast op het project. Het X-Block Plus komt voort uit X-Block, waarvan er over de hele wereld al meer dan 400.000 in zee liggen. De ontwikkeling van X-Block Plus is begonnen bij het X-Block en is gericht geweest op efficiënt gebruik van beton en vereenvoudig van het plaatsingsproces. De X-Block Plus is een blok wat je als dakpan in elkaar legt. Daarmee krijgt de armerlaag een heel strak, glad karakter. Het ziet er heel anders uit dan golfbrekers met andere elementen die er veel ruwer uitzien. En we zijn met deze ontwikkeling begonnen in 2015. Toen hadden we als doel om een blok te gaan ontwikkelen wat je regelmatig kan plaatsen. Omdat we zagen in projecten dat aannemers dat eigenlijk wel zouden willen. Daarbij is gekomen dat bij de afsluitdijk de architect van de klant een heel strak uiterlijk van die dijk wilde hebben. Ook na het overleggen met een nieuwe buitenlaag. Deze dakpanachtige legwijze levert een strakke armoerlaag op die ook nog eens heel stabiel is. Zelfs golven die 250% hoger waren dan de ontwerpgolf van het blok, bleken tijdens modelproeven niet in staat om de X-Block Plus-constructie te beschadigen. Naast modelproeven zijn er vele andere testen gedaan om de robuustheid en bouwbaarheid van het nieuwe blok aan te tonen. Er zijn plaatsingsproeven gedaan met blokken op de echte schaal van de afsluitdijk, om goed voorbereid te zijn voor de Delta-grootproeven die binnenkort zullen starten. En daarna voor het plaatsen van de blokken in het echte werk. Zeer belangrijk. Die testen zijn essentieel. Het is voor ons en de opdrachtgever is dat eigenlijk de grote groene tik in de box. Om van een definitief ontwerp naar een uitvoeringsontwerp te gaan en datgene dan ook daadwerkelijk buiten te gaan aanbrengen. De plaatsingsproeven gingen buiten gewoon goed. Het was beter dan verwacht. Het ging snel, het ging makkelijk, de nauwkeurigheid was goed. Dus zowel aannemer, klant, iedereen was bijzonder tevreden over hoe de plaatsing van deze blokken ging. Een groot voordeel van het X-Block Plus zit hem in het kleine aantal blokken dat je nodig hebt om de dijk te bekleden. Zou je dit met andere enkellaagsblokken doen, dan zou je wel 33% meer blokken nodig hebben en ook nog eens 10% meer beton. X-Block Plus bespaart dus significant tijd en geld in vergelijking met andere blokken. Het gat in het midden van het X-Block Plus heeft twee functies. Het verhoogt de stabiliteit van het blok doordat het de waterdruk onder het blok verlaagt. Daarnaast wordt het gat gebruikt om het blok op te tillen en te plaatsen. BAM en Van Oort hebben hiervoor een speciale klem ontwikkeld waarmee de plaatsing snel, nauwkeurig en veilig is. Het blok is veiliger ten opzichte van zijn voorgangers. Je hebt dus gewoon geen mensen nodig om het blok beet te pakken tijdens het plaatsen en los te laden tijdens het plaatsen.
Bam en Van Oort zijn bedrijven die altijd openstaan voor nieuwe technieken om hun projecten beter, sneller en veiliger uit te voeren. En het is dus niet voor niets dat dit innovatieve product werd gekozen voor de bekleding van de iconische afsluitdijk. Innovativiteit staat hoog in het vaandel voor beide partijen, zowel voor Van Oort als voor BAM. Ook een van de redenen waarom we dit blok hebben omarmd. Het is een doorontwikkeling, eigenlijk een verbetering van datgene wat er al in de markt bestond. Als jij straks over 5 jaar kijkt hoe die afsluitdijk eruit ziet, dan is dat een stuk historie uit de Nederlandse geschiedenis. Die afsluitdijk heet omhuld in een nieuw jasje. En dat is gewoon het visitekaartje van waterbouw in Nederland naar de buitenwereld.